Waar is de kassa? De kassa, kom hier, kom zitten. Kom, kom hier, kom hier. Wacht open, wacht open. Zo klinkt een overval op een tankstation. Dat gebeurde in Oudenbos. Oké, rustig blijven, stak je hoofd naar beneden. Oudenbos, zaterdagavond 11 mei. Het is even na zessen. Alle winkels zijn dicht. Dat geldt nog niet voor het tankstation aan de Roosevelstraat. Het is rustig. De grootste drukte is dan al voorbij en er zijn op dat moment geen klanten. Nog een klein uurtje, dan is het sluitingstijd en begint ook voor de medewerkster het weekend. Rustig blijven, het is een overval. Rustig blijven. Niet lukken. Waar is de kassa? Waar is de kassa? Kassa, openmaken. De vrouw is doodsbang en kan geen kant uit. Zijn er nog meer kassa's? Zeker weten? Zeker weten? Het is blijkbaar nog niet genoeg. Ze willen meer. Waar is jouw telefoon? Waar is je telefoon? Eenmaal buiten slaan ze meteen de hoek om en rennen daar een steeg in. En dan zijn ze weg. En ondertussen bellen nieuwe klanten in het tankstation 112 en wordt de medewerkster opgevangen. En net zoals bij zoveel tankstations hangen ook hier bewakingscamera's en hebben we dus beelden van de overval. Maar er is een verschil met de meeste andere bewakingsbeelden. Dit zijn beelden met geluid. Op schiet hoor. Niet drukken. Baan kleiner. Naar beneden. Zakken. Hier. Oké, baan kleiner. Rem op de lolo. Waar is de kassa? De kassa, kom hier, kom zitten. Kom hier. Mag open. Blijf. Oké, rustig blijven. Stak je hoofd naar beneden. Op zitten. Kleiner. Wakker even. Deze is de enige, serieus? Ja. Zo blijven. Oké, kleine man, wacht. Als ze de hoek omrennen, is er dit moment. De langste dader kijkt even recht in de camera. Hij draagt een zwarte gewatteerde jas. En de tweede heeft een Dirk boodschappentas bij zich en draagt een Adidas-jack. Eenmaal de shop uit, lopen ze in de richting van een steeg iets verderop. Maar aan het eind van die steeg hebben ze eigenlijk niet veel keus. Want dit lijkt een soort grote binnenplaats met aangrenzende tuinen van verschillende huizen. En dit is de kortste weg in de richting van de Roosevelstraat. Vanaf daar kun je alle kanten op. Twee donkere mannen met een capuchon, waarvan er één een grote boodschappentas van Dirk bij zich heeft. Dat moet opvallen. En dus zoeken we getuigen, want misschien zijn ze helemaal niet verder gelopen, maar ergens in hun auto gestapt. En ook voor de overval kunnen ze zijn opgevallen. Want ze moeten wel haast in de buurt zijn geweest om de boel voor te verkennen en het juiste moment af te wachten. Het gebeurde op zaterdagavond 11 mei. Twee mannen overvallen het tankstation Jora aan de Roosevelstraat in Oudenbos. Was u in de buurt tussen 6:30 en 7:30? Heeft u iets gezien? Bel dan nu. We laten u nog een keer de stemmen van de daders horen. Waar is de kassa? De kassa, kom hier. Heeft u een vermoeden wie dit kunnen zijn? Het nummer van de gratis tiplijn is 0800 6070. En u kunt ook anoniem blijven en toch iets doorgeven? Dan belt u M op 0800 7000.